Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria tibi Domine. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Verbum Domini. De gelijkenis die Jezus vertelt is duidelijk voor de groepen aan wie hij ze vertelt. De hoge priesters en de oudsten, dat zijn die mensen die uiterlijk ja zeggen, maar innerlijk uiteindelijk nee doen. En de tollenaars en de ontuchtige vrouwen zijn zij die uiterlijk nee schijnen te zeggen, maar uiteindelijk innerlijk ja zeggen en doen wat God van hen vraagt. Merkwaardig aan deze gelijkenis is dat hij niet over te zetten is naar deze tijd. Want welke groepen zouden we daarvoor moeten gaan invullen? Dat is eigenlijk niet mogelijk. Dit was zo direct gericht tegen de hoge priesters en de oudsten in die situatie van de tollenaars en de ontuchtige vrouwen. Maar natuurlijk, met dit alles zegt Jezus wel iets uit waar we allemaal wat aan hebben. Want zoals vaak bij de gelijkenissen van de Heer, hij spreekt over twee groepen die schijnbaar heel verschillend zijn, die tegenover elkaar staan. Maar in feite zijn ze beide in ons hart aanwezig. Zodat we kunnen zeggen, in ons hart is zowel dat ja als dat nee aanwezig. Dat ja tegenover Jezus is er heel duidelijk. Want u bent deze morgen op zijn uitnodiging ingegaan om naar de heilige mis te komen. Zo direct spreken wij het credo uit. En dat is een heel duidelijk ja tegen de drie ene God. Straks als we Jezus in de heilige communie gaan ontvangen, zeggen we ook amen. Zo is het. Ook dat is een ja tegen Jezus. Tegelijkertijd weten we dat er ook nog veel nee is in ons hart. Dat we nog niet helemaal hem toebehoren, nog niet helemaal voor hem beschikbaar zijn. Of, zoals het nog een stapje verder kan gaan, ons nog niet helemaal hebben prijsgegeven aan zijn barmhartige liefde. Er is ook nog nee in ons hart. En onze weg in het leven is dat dit nee steeds meer een ja wordt tegen Jezus. Hoe zou dat kunnen? Natuurlijk door de sacramenten in hun volheid en rijkdom te ontvangen en te beleven, dat is helder. Want in de sacramenten werkt Jezus met zijn genade. In het sacrament der sacramenten, de Eucharistie, geeft Jezus zich met zijn genade. En dat alles om ons hart meer om te vormen, het nee om te vormen tot een groter ja. En daarnaast kan dit doordat we bidden. Tijd nemen om te bidden. Als we bidden, geven we de Heilige Geest ruimte in ons hart, die daar al aanwezig is, die daar al bidt, zodat hij meer kan bidden. En het werk van de Heilige Geest is ook ons hart om te vormen naar dat ja toe. En natuurlijk, wat we binnen dat gebed kunnen doen en binnen het geloof, is de devotie en de toewijding aan haar die volkomen ja is. Maria, de onbevlekte.
Zij sprak haar fiat omdat zij fiat is. Zij sprak haar ja-woord omdat zij volledig ja is tegenover God. Daarom heeft de kerk ons geleerd onze toevlucht te nemen tot Maria. En daarom heeft God ons dat prachtige geschenk van de rozenkrans gegeven. De rozenkrans niet zomaar uit de hemel, Maria die dat aan de heilige Dominicus heeft geschonken. Dat is legendevorming op basis van een naamsverwisseling. Nee, de rozenkrans is ontstaan door een samenkomen van verschillende tradities in de katholica. En dat is eigenlijk de weg waarlangs Jezus wil werken. De Heilige Geest werkt. De tradities die samenkwamen en zo werd ons uiteindelijk de rozenkrans geschonken. Het was de traditie bijvoorbeeld vanuit de woestijnspiritualiteit, de woestijnmonniken die het altijd durende gebed wilden beoefenen. En uiteindelijk ontdekte dat je dat kon doen door eenzelfde gebed telkens maar weer te hernemen, zodat het op het ritme van je hart bijna uit zichzelf ging bidden. Die traditie vinden we natuurlijk in zekere zin terug in het rozenkransgebed. Dan was er vanuit de Cisterciënse traditie het klein officie van Onze Lieve Vrouw ontstaan, waarin telkens weer het Ave Maria werd hernomen. Dat was nog het eerste begin van ons Wees Gegroet gebed. Die woorden die uit de schrift stammen en daar was de heilige naam van Jezus aan toegevoegd. En dat werd hernomen, telkens weer, misschien wel 150 keer, om zo dat klein officie te vullen. En ook dat vinden we terug in het rozenkransgebed. Dan was er vanaf het begin van de 11e eeuw het gebruik ontstaan om met een soort kralensnoer te paternosteren, oftewel het paternoster te bidden, het Onze Vader te bidden. De eerste sporen daarvan vinden we op grafzerken van mensen die in hun hand zo'n kralensnoer hebben en als teken dat zij biddende mensen waren geweest. En ook dat vinden we later terug in het kralensnoer van onze rozenkrans. Wat zich daar nog bijvoegde, was het overwegen van het leven, vooral van het lijden van Jezus. Uit de moderne devotie kwam dat van de mystieken uit de Cisterciënse traditie, om zo ons te verdiepen langs de woorden uit de schrift in het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus. Dat zijn de vier tradities die samenkomen in wat we nu kennen als het rozenkransgebed. En het was de heilige Dominicus van Pruisen, vandaar die naamsverwisseling, die rond het jaar 400 in zijn karthuizerij nabij Trier deze tradities min of meer gaat samenvoegen. En dan ontstaat het eerste begin van het rozenkransgebed. Maar het zal zeker nog 100 jaar vragen voordat we de vorm krijgen zoals we de rozenkrans vandaag nog bidden, rond het jaar 1500. Met die 15 geheimen die ons zo vertrouwd zijn. Met dat kralensnoer met 59 kraaltjes die we zo vaak in onze hand nemen. Dat hernemen van datzelfde gebed en het overwegen van de geheimen. Rond het jaar 1500 werd zo de rozenkrans aan de kerk geschonken. En achteraf zou je kunnen zeggen, dat was net op tijd. Mede door de broederschappen van de rozenkrans verspreidde deze devotie zich heel snel over de katholica. En dat is opmerkelijk. Dat is enerzijds een werk van de Heilige Geest geweest, anderzijds het beantwoorden aan wat mensen zochten. Mensen waren op zoek naar een wijze van bidden die bij hen paste. Want ze banen natuurlijk mee met de liturgieën in de kerk, maar dat waren veelal monastieke liturgieën in het Latijn. Dat was niet altijd makkelijk om daarin mee te bidden. Maar hier in de rozenkrans kregen ze een vorm van gebed wat ze zelf konden bidden, wat ze altijd weer konden bidden, wat ze makkelijk ter hand konden nemen. En het beantwoordde ook aan de grote liefde voor Maria die er in de kerk is, wetend dat hoe meer we Maria beminnen, hoe meer zij ons aan Jezus kan hechten. En zo hebben we nu al meer dan 500 jaar dit kostbare geschenk van de rozenkrans in onze kerk. En alle vormen van gebed komen daarin samen. Het smeekgebed, de voorbeden, het beschouwend gebed, het overwegend gebed. Zo'n rijk gebed is de rozenkrans.
Vandaag beginnen we de Rozenkransmaand en we zullen de komende zondagen gebruiken om verschillende aspecten van dit Rozenkransgebed wat te belichten. Want er is veel in te ontdekken. Bovendien, het is het jaar van Fatima. 100 jaar geleden verscheen Maria in Fatima en bij elk van haar verschijningen kwam ze erop terug en zei ze: bid dagelijks de Rozenkrans. Maria hoefde toen nog geen uitleg te geven waarom. Ze hoefde dit nog niet te verdedigen. Nee, ze zei eenvoudig: bid dagelijks de Rozenkrans. En mede door dat te doen ontdekken we welk een rijk gebed deze Rozenkrans is. Wellicht bent u ooit in uw leven in een klooster geweest. En dan niet een kloosterruïne of een kloostergebouw wat een museum is geworden. Ook niet een klooster waarin nog maar een paar broeders of zusters zijn. Maar een klooster dat echt nog de kloosterlijke monastieke atmosfeer heeft. Met een grote communiteit, ook met jonge broeders of met jonge zusters. En die daar het officie zingen. En dan waan je je een beetje in de hemel. Het is altijd de moeite waard om dat mogelijk te maken, zo'n plek te bezoeken. Want dat roept ook in ons hart weer een verlangen op om wat meer te bidden. Tegelijkertijd weten we zijn deel van een biddende en aanbiddende kerk. Als ik zelf niet tot mijn gebed kom, ik weet dat de kerk bidt. En dat is prachtig om dat ook zo mee te maken. Maar tot het zijn in een klooster behoort ook dat je even zo, als het mogelijk is, door zo'n kloostergang loopt. En misschien hoor je dan ineens geritsel. En dan herken je, dat is het geritsel van een habij of van een pijt, van een broeder of zuster die aankomt lopen. En dan hoor je ook dat getik. En dat is het getik van de kralen van de Rozenkrans die ze bij zich dragen. En zulke geluiden behoren, laten we zeggen, tot de mooie katholieke geluiden die we kennen. Dat doet je goed. En zo klonk het ook als de heilige Therese door haar klooster in Lisieux liep en de trap afging, de trap opging, het geritsel van haar habit en het tikken van de kralen van de Rozenkrans. Maar natuurlijk, Therese heeft ook dagelijks het rozenhoedje gebeden. Dat behoorde tot de dagorde van de Karmelitessen. En ze schrijft in haar autobiografie heel eerlijk dat ze dat niet altijd makkelijk vond, dat Rozenkransgebed. Ze was nogal verstrooid, zegt ze dan. Alleen, we moeten ons niet laten foppen. De verstrooiingen van Therese waren heel anders dan onze, in ieder geval dan mijn verstrooiingen. Want die gaan alle kanten uit. Die gaan terug naar wat er gebeurd is. Die gaan vooruit naar wat er nog moet gebeuren. Die denken terug aan wat mensen gezegd hebben. Die denken vooruit aan wat we hadden moeten zeggen, moeten gaan zeggen. Gaat alle kanten uit. Maar dat was bij Therese niet zo. De verstrooiingen van Therese was dat haar hart vooruit rende op het gebed dat ze aan het bidden waren. Haar hart was al in Jezus. En zo raakten de gebeden die ze met haar medezusters zei meer op de achtergrond, omdat haar hart al in Jezus was. En daarom vond ze het niet altijd makkelijk om zo met de medezusters mee te bidden. Maar ze deed het natuurlijk. En zo heeft ook zij elke dag de Rozenkrans gebeden. 24 jaar en 9 maanden is ze geworden, Therese van Lisieux. En wat is nu haar geheim? Hoe kan het zijn dat zij alle generaties sindsdien tot op de dag van vandaag blijft boeien, blijft gidsen, blijft corrigeren, blijft helpen in hun geloof? Wat is het geheim van deze jonge Karmelites? Misschien is het wel juist dit, dat we bij haar zien hoe iemand in een heel snelle tijd alle nee's uit haar hart opzij heeft kunnen zetten en zelf ook steeds meer ja is geworden op de barmhartige liefde van Jezus. Zich heeft laten doorgloeien van zijn liefde. En dat trekt ons aan. De liefde van Jezus die zichtbaar wordt in het leven en in de persoon van de heilige Therese van Lisieux. Zij die steeds meer ja is geworden op alles wat hij vroeg. Op alles wat hij gaf, bleef zij ja zeggen. Het geheim, een van de sleutels tot het geheim van de kleine Therese van Lisieux. En daarmee werd ze ook eenvoudiger, transparanter. Hoe dichter bij Jezus, hoe eenvoudiger ze werd. En ook dat is aantrekkelijk.
En dan stippelt ze haar eenvoudige weg uit voor ons om Jezus te leren volgen, om Jezus te leren beminnen. En bij een eenvoudige weg hoort ook een eenvoudig instrument. En dat eenvoudige instrument is de rozenkrans. Heel eenvoudig om die te bidden, elke dag weer. En tegelijkertijd geven we Maria alle ruimte om ons inniger te hechten aan Jezus. Of om het anders te zeggen, om het nee in ons hart steeds meer om te vormen tot een ja tegen de Heer. Heer. Heer.